Op zaterdag 28 mei werd de tunnel onder de A67 op de Steemertseweg in Lierop beschilderd door in totaal zo'n 200 dorpsbewoners. Er was heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Eindelijk is het zover. Ja, vandaag hè. Mooie dag. We gaan schilderen in Lierop. Ja. Ik hoor iets van 70 of 100 mensen, maar ik zie er veel minder. Ja, dat klopt. Nou, we hebben 200 aanmeldingen. Alleen, ja goed, de tunnel is zoals die is en we werken dus in ploegen, dus in shifts. Dus dat klopt, niet iedereen is nou tegelijk bezig. Maar dan hebben we nog een beetje overzicht op wat er gebeurt vandaag. En mensen mogen allemaal meedoen? Ja, of je moet je maar kunnen? Nee, iedereen mag meedoen. Nee, je hoeft helemaal niet te kunnen schilderen. Of nee, iedereen jong, oud, je mag allemaal meedoen. We hebben begeleiding geregeld. Dus je mag gewoon, als je het leuk vindt, mag je gewoon komen om te helpen. En de jongste is? Volgens mij een jaar of 3, wat ik gezien heb. Ik zie het ook in de schilderingen dat ze 3 zijn. Ja, we hebben nou inderdaad wat jeugd en dadelijk hebben we nog de scouting kinderen, komen ook allemaal helpen. Maar er komen ook zeker nog oudere mensen voorbij, dus ja. Ik praat straks met Alfred van der Weerde over het ontwerp. Dit was toch een hele organisatie. Toen jullie eraan begonnen, wist je niet dat zoveel zo bij komen kijken. Ja, het leek zo mooi van, goh, die tunnel is niet zo mooi. Daar zullen we eens iets mee doen. Maar daar bleek toch wel wat meer voeten in aarde te hebben dan wij van tevoren hadden gedacht. Maar uiteindelijk, hè, een heel proces van natuurlijk financiën, vergunningen, dat soort zaken. Veiligheid is ook zo'n thema geweest. Maar het is dan uiteindelijk gelukt. Vandaag zijn we er. Volgens mij ligt het ook een beetje aan jullie zelf, want jullie pakken ook groot uit. Koffie, springkussen, ik noem maar wat. Ja, we vonden het wel een leuk idee om juist op, bij wijze van spreken, de lelijkste plek van Lierop nou eens een feestje te gaan bouwen. Om daar nou eens helemaal anders te benaderen. Dus het weer helpt ook mee. Maar we hebben inderdaad geluk en dingen zijn gewoon zo geregeld. Ja. Dat was feest, hè? Bijna, hè? Bijna, ja. Met gevolgen, want dan kan je de rest van je leven, als je wil, hè? Als het allemaal goed blijft. Nou ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Maar in elk geval vinden we het vooral heel leuk. Hè? Hoe meer mensen meedoen, toch weer een moment, denk ik, om een beetje trots te zijn op het dorp. En waar je dan met z'n allen weer voor elkaar weet te krijgen. Dus, ja. Dit is wel een uniek project, ook voor jou. Ja, zoiets heb ik nog nooit gedaan. Dat is echt super geweldig. Dat je het nooit meer doet, ook in ieder geval. Nou. Zoveel viaducten zijn er niet die zo smerig zijn dat ze geschilderd moeten worden. Nee. Maar misschien via reclame. Hè? We hebben nou alles qua organisatie. Het organisatieteam heeft het perfect georganiseerd, dus wie weet komt er nog meer respons. Het ontwerp komt voor jou? Ja. Helemaal? Ja, het is meer de basis die ik gelegd heb, waarop kinderen en alle mensen van Lierop die willen, hun creativiteit kwijt kunnen. Zo vind ik het eigenlijk wel mooi gezegd. Ja. Het is wel een idee, hè? Je hebt een soort levensboom gemaakt? Ja, de levensboom. Die staat eigenlijk voor eenheid. Voor samen iets tot stand brengen. Dat draagt hij voor mij tenminste uit. Ja, de boom zat er al op of niet? Die hebben we gisteren of eergisteren al gemaakt? De boom hebben we vorige week zaterdag al op geschilderd. En nu komen de bollen. En die bollen, wat stellen die voor? Wat zeg je? Die bollen allemaal, wat stelt dat allemaal voor dan? Nou ja, een boom denkt iedereen van blaadjes. Maar doe het eens anders. Hè? Maak bollen van blaadjes in plaats van blaadjes. En ze hebben alle vrijheid om die bollen in te vullen, of niet? Ja. Eigenlijk is, we willen de creativiteit niet onderdrukken, zeker van kinderen niet. Maar ja, echte kleintjes die maken natuurlijk wel eens een uitschieter her en der en daar wordt straks een beetje bijgewerkt. Maar verder willen we niet zoveel sturen. Zoveel kinderen en zoveel mensen, zoveel smaken. Ja, zo is het. Ze zijn alleen een beetje gebonden aan de kleur. Stellingen die gemaakt zijn bij de verschillende vakken van de boom. Ja, dus je hebt gewoon niet meer kleuren als dat er hier zijn. Er zijn veel kleuren. En hoeveel bollen worden dat? Maakt het niet uit hoeveel bollen erop komen? Er zijn ongeveer tegen de 200 mensen, denk ik, die meeschilderen. Dus als ze allemaal 2 bollen maken, dan hebben we er al 400. En sommige zijn heel productief, die mogen er ook meer maken. Normaal, als je een tekening maakt, dan weet je ongeveer wat het resultaat is. Hier weet je nog helemaal niks, hè? Nee, vind ik heerlijk. Ik heb wel een globaal idee natuurlijk. Maar dat vind ik nou net het mooie. Zo van, je weet het niet. En iedereen heeft zijn eigen stijl. Vooral kinderen ook. Die hebben ook hun eigen ding. En dat is heerlijk. Ook die mengeling van volwassenen en kinderen. Dan kom je toch weer bij de negativiteit. Er zijn mensen die denken van, nou, daar is schilderij. En dan komt er een of andere gek. En dag daarna je spuit eroverheen.
Daar gaan we gewoon niet van uit. Positief denk ik. Komt er gecoat of niet? Er komt een coating overheen. Ja. Dus het is niet klaar. Na vandaag moeten ze eraf blijven. Ja. Ja, ik weet niet wanneer die coating er precies overkomt. Het moet eerst drogen natuurlijk, maar... Smaakt naar meer of niet? Heb je nog zin in meer viaducten? Ja, laat maar komen. Ik vind het een hartstikke mooi project. Ook met zo'n gemeenschap om dit te doen. Super. Gerrit Klaassen, in Lierop gebeurt altijd wat, maar zoiets is er nooit vertoond. Nee, dit is zeker nog nooit vertoond. En dit is al voor heel veel mensen een droom van 6-7 jaar geleden toen we met IDOP begonnen. En toen hadden we te weinig geld om het te realiseren, want toen waren er andere dingen belangrijker bij de realisatie van allerlei projecten. Dus dit ging toen niet. En een jaar geleden waren de dames van jeugdvakantiewerk die dit dus al een hele tijd opgepakt hebben, volop mee bezig. En toen vroegen ze wel mensen om hand- en spandiensten. En aangezien ik toen al een groot voorstander van was voor het opknappen van deze tunnel, heb ik gelijk gezegd, ik hoef niet meer te werken, dus ik kom jullie helpen. En ik moet eerlijk zeggen, het laatste half jaar heb ik nog nooit in een leukere werkgroep gewerkt als in deze. Hoe dat we samen tot de resultaat gekomen zijn. De dames hebben zo onnoemelijk gewerkt om alles op papier te krijgen, Harry. Dit was gewoon magnifiek. En als je dan ziet de laatste 3 weken hoe dat we samen de tunnel schoongemaakt hebben, hoe we samen wit gemaakt hebben. En vorige week de boom erop, want Elfrie heeft er heel veel aan gedaan. Maar de anderen van de werkgroep hebben ook heel erg zijn best gedaan. En als je dan ziet vandaag dat er toch 170 mensen komen schilderen, dan is het toch een uniek iets. Het is toch een project voor Lierop, van Lierop. Mooier kan het toch niet? Ik praat over 6-7 jaar geleden, maar 20 jaar geleden was die viaduct er al een smerig ding. Ja, het is al jaren een doorn in het oog, maar niemand dit er iets aan afgenomen. De gemeente had, of Rijkswaterstaat, die dan eigenaar zijn, die laat alles maar liggen. Het mooiste van de grap was, gistermorgen was ik hier om het een en ander te controleren. Toen stond er een bedrijf, die kwam de amateurs, dus jaren niks aan gedurfd, maar nu dat we hem schongen. Maar nou komen er ook nog nieuwe amateurs in, dus nou dat we het voortouw nemen, nou begint er iets mee. Dus het is jaren een doorn in het oog. Maar het wordt nou de poort en de ingang van Lierop. Ja, en dan hopen dat het zo blijft. Ja, nou, dat heb ik begrepen. Dat zal wel zo zijn. Hè? Want we hebben dadelijk een 170 ambassadeurs die meer verantwoordelijk zijn voor een tunnel. En dat moet gewoon zo. Ja, het is vrij uniek. Hè? Maar goed, ik kan zeggen, want ik heb een hartstikke mooie groep. Fijn om samen te werken. Maar ja, een tweede viaduct is er niet meer om nog een keer over te doen. Dat hoef ik niet, want het is toch veel werk. Ja, dat is gewoon zo. Maar... Wat je allemaal teweeg brengt, hè? Nou, dat is ook. Maar je ziet weer, hè, we hebben de laatste jaren al vaker een Lierop te horen gekregen. Hè, dat een klein dorp groot kan zijn in allerlei dingen. En dat hebben we vandaag in ieder geval volgens mij weer bewezen. Rond een uur of 5 zaterdagmiddag, de dag zit er bijna op. Ja, nog even. Maar het was prachtig. Dat is leuk. Ja, mooie dag qua weer, maar ook qua mensen en qua schilderen. Het was echt heel erg leuk. Hoeveel mensen hebben nou precies meegewerkt? Er zijn ook nog veel mensen spontaan aangekomen. Ja, ruwe schatting 250. Ja. Het resultaat. Tevreden? Ja, we zijn nu nog wel druk bezig met de laatste dingen. Dus... Maar veel complimenten gehad, want ja, ik vind het mooi, maar ik vind het eigenlijk nog veel belangrijker dat we het met z'n allen een beetje leuk vinden. En volgens mij is dat gelukt. Ja. De afwerking moet nog wel gebeuren, hè? Want hier en daar zijn we open plekken. Ja, er worden nog een aantal bollen die bijvoorbeeld heel hoog op de muur moeten, die gaan we zelf doen. Maar ook ja, de finishing touch qua kleur en gewoon de afwerking nog. En dat moet allemaal vandaag nog? Of heb je volgende week nog een zaterdag? Nee. De tunnel gaat om 7 uur weer open, dus dan moeten wij hier weg zijn. En we willen dan natuurlijk ook wel echt proberen gewoon dadelijk af te hebben. Ja.
Als het waar is, moet er een coating overheen. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, nou daar zijn we druk mee bezig. De belangengroep Lierop heeft in ieder geval toegezegd om ons hierbij te gaan helpen financieel. En dan wordt dat laatste stukje ook nog ingepland, maar dat is nog niet bekend. Allemaal, ik hoef niet te vragen of je het over wilt doen, want er is geen viaduct meer. Misschien nog een ander project? Nou, voorlopig even niks. En wie weet, ik ooit nog op een idee kom. Maar dit was vooral heel leuk om één keer te doen. Maar daar wil ik geen hobby van maken. Nee. We zijn bijna klaar. Bijna, de finishing touch zeggen ze dan, hè? De afwerking. Hierna is ook wel nodig, of niet? Jawel, er mag een beetje bijgewerkt. En wat gaatjes opgevuld worden. En even kijken dat de compositie klopt, zeggen we dan. Een dag langer was geen optie. Nee, ja, de verkeer wil niet door. Ja. Allemaal, als je dat bekijkt wat je gedaan hebt? Ja, ik vond het een geweldige dag en een super resultaat. Ik vond het gewoon geweldig. Het is echt super. En het is niet alleen jeugd wat het allemaal gedaan heeft, maar zo'n bijzondere mensen. Ik zie hier een fiets van de pastoor. Ja, de fiets van de pastoor. Ja, dat is wel heel herkenbaar. Maar ook zo 3 generaties die dan bij elkaar staan te schilderen en mensen met een beperking en gewoon iedereen kan op zijn of haar manier gewoon schilderen. Ik vroeg straks al het smaakt naar meer, maar dat vroeg ik toen ze begonnen. Denk je nu hetzelfde? Nou, ik moet even uitrusten. Ja, maar het is wel een vermoeiende tijd geweest. Jawel, en zo'n dag, die begint vroeg, maar het is het dubbel en dwars waard.